Ik maak al 10 jaar filmpjes, daar kwam ik laatst achter. En dat is vet lang. En dan heb ik al ooit eens een keer een video gemaakt waarin ik ging reageren op oude video's. Maar toen was ik 12, denk ik. Niet toen ik ging reageren, maar ik was 12 in die video's. Maar nu kwam ik laatst nog weer filmpjes tegen van nog eerder. En daar ga ik vandaag op reageren. Let's go. Dit doe ik met een goede vriend van mij. Een onwijs goede vriend van mij. There's a man. Don't keep me, don't let me hanging. Oh, she's letting me hanging. You letting me hanging. Still, don't worry about it. Oké. Okay. Oh, daar gaat het telefoontje af. Yo. Oké, het is de Quinn. Wij kennen elkaar al lang. Ik denk dat jij degene bent die ik het langst ken. Ja, ooit. Die ik nu nog ken. Ja. Snap je? Anders dan familie. Wat jullie wel weten is dat ik tegenwoordig films maak met Peter. Peter heeft iemand van de troon gestoten een paar jaar geleden en dat was hij. Wij begonnen. Deze studio had van ons kunnen zijn. Precies. En toen kwam Peter. Fuck you, Peter. En Peter heeft het allemaal verneukt voor deze jongen. Ik krijg hem nog wel. Oh. Maar eerst dit. Eerst dit. Ik kwam op een website terecht. Quinten die zei op een gegeven moment, weet je wat? Filmpjes.nl. Gewoon een oeroude fossiel van een website. Het is echt kut. Je hebt YouTube, Dailymotion, je hebt Vimeo en dan heb je filmpjes.nl. En wij hebben ze allemaal video's gemaakt. Daar gaan we vandaag naar kijken en op reageren. Deze shit, peuters shit is dit. Er kwam één video gisteren tegen, die heb ik expres niet gekeken. En die heette... Kelvin de Vries! Wow! Toen waren wij nogal into Peter R. de Vries, denk ik, of zo. Peter, als je dit kijkt, Celebrity Crush was je toen. Oh, jouw kapsel ook die... Dat zeg ik, hè? Mijn kapsel was ongelofelijk. Ben je klaar? Ik ben ook klaar. Oké. Okay. Moordzaak met T. Hoi, kijk. Dit is Peter R. de Vries, moordzaak op de Veluwe. Er komen gevaarlijke, spannende filmpjes. Dus laat een kind weg gaan. Fucking Kelvin, naar een ander kanaal. Hier komt ze. Wat? Windows nu, de moord op Bert Barend. Oké, tot zover. Dit was ik. Ik speelde Peter R. de Vries, a.k.a. Kelvin R. de Bloempot. En nu zie je moord. Moord nummer 1. Wat een moord. What the fuck? What the fuck? Ik ben een anaal verkracht in die ruimte. Oh, wie is dat nou? Jij of ik? Ja, dat is dus... Oh, ja. Oh, jij moest de webcam hier uitdoen. Jij rent terug naar de webcam om hem fucking uit te doen. Die hond. Oh nee, jij moest die telefoon pakken. Onze prop department was nog niet echt zo epic. Ook gewoon dat wij niet wisten wat knippen was ofzo. Nee. Zullen we gewoon kijken wat er verder is? Dat was het gewoon. Precies. Toen en nu nog steeds. Hij is dood. Yes, yes. Yes, yes. Oh, dat was sick improv. Wow, improv. The director didn't even like it. Ah, hij gaat nog steeds door. Die hond leeft nog steeds. Het is nog steeds een kuthond. Gaan we nog knippen? Kut. Oké. Okay. Dit was een spannend filmpje. Wacht, dit is. Hoe legit was die? Dit was zo'n spannend filmpje. Hier komt er nog één. Dit... De moord op Sascha Breuken. Wat een mooie dag. Oh, damn! Oh, die zag die moves. Ik vind de compositie vind ik artistiek. Snap je zo rechts in beeld? Precies. Niet die mainstream. Diepte van die muur, hè? Niet mainstream. Die loopt zo over. De leegte zie je. Oh, de doggy nog steeds niet vermoord. Easter eggs overal. Geheime schuilplaats. En rennen deden we. Zie ik dat? Ja, dat dit ik was Peter en de Vries moordzaak op de film. Couldn't even keep a straight face. Kon niet eens voor het zeggen van iets wat niet eens grappig moest zijn. Kon ik niet eens een straight face houden. Herkent u deze datum? Sorry dat we dit zo vaak stoppen. Maar dit is echt fucking fucked up. We gaan gewoon kijken en niet lachen, oké? Dan kunnen mensen ervan genieten. Dit was Peter en de Vries moordzaak op de Veluwe. Herkent u deze datum? Bel dan 0596 533 429. Tot ziens.
Dan moet je er echt uitknippen, want dat is ook gewoon het telefoonnummer van jou. Nee, dat is een combinatie van jouw telefoonnummer en mijn telefoonnummer. Oh shit. Zo slim waren we nog wel. Kunnen we nog wel meer aan? Dit is fucking nice. Het was lijkt op zo'n eikeltje hier. Een eikel met zo'n dat. Komt die fucking squirrel van Ice Age hoofd fucking hell, man. Ja, er is nog meer shit. Oh, ik wil deze heel even zien. Want dit is volgens mij nog niet eens zo heel fucked up. Dit was stop motion shit. En omdat ik nog niet wist hoe je zeg maar foto's achter elkaar kon plakken, ging ik zeg maar 5000 paint dingen openen met allemaal dat plaatje. En dan ging ik gewoon dat screen recorden en dan ging ik de hele tijd minnetje doen. Snap je? Holy shit, dat is echt next level, man. Oh, bitch. Dit was Lego. Dit was volgens mij nog niet eens heel kut. Ofwel. Nee, in je hoofd was het fucking episch natuurlijk. Dood. Op geen verhaal, iedereen sterft gewoon. Dit is echt kut, man. Een bom? Oh, er is een bom af. Oh, fucking. Wasted. Nu weten we waarom ik samen ben gaan werken met Peter. Hierom. Dit was VFX, jongen. Oké, we hebben nu 2 video's gezien. Ik wil nog 1 zien waar wij allebei voor de camera staan. Die net zo fucked up is als die eerste. Ik zag achteraf van die weirde shit van Kelvin van Moord Mark of zo. Het ging allemaal over moord, jongen. Lego ging over moord. Peter de Vries ging over moord. Deze video gaat over fucking moord. I would never kill this. Ben je fucking klaar voor de moord op Mark? Oh, de moord deel 1. De moord deel 1. Even, ik was niet voor Feyenoord, ik was in de kamer van Mark, ik was voor niemand. Quint is ook voor niemand, want ik was voor niemand. Nou, voetbal is gewoon kut. Hey! Ik mag nooit weer terugkomen in de video, jij. I don't even care, though. Oh, oh, oh. Je ruikt echt fucking nice, man. Het is een luchtje van Jaguar, Mattie. Echt? Een luchtje van Jaguar. Een auto? Oké, let's go. Moord deel 1. Schildje. Oh, sound design. Wat? Weet je wat hij zegt? Nee. Hij zei tegenwerken. Hij zei van, yo, tegenwerken, yo, kill. Want anders was het niet spannend natuurlijk. Kijk. Tegenwerken, jongen, nog iets. Nou, ik ging fucking tegenwerken, jongen. Hij weet niet wat hem overkwam. What happened next might surprise you. Die performance. Even toch die camera pakken, hè? Wat zei ik? Oké, jongens, it makes me realize where we were. En nu zijn we hier, Matty. Big ass studio, man. Ja, nice. Jammer dat je niet van jou is. Peter took everything from. Rustig aan, man! I'll get that rustig aan! Back. Abonneer op mijn kanaal. Dat kan hier. Het is een fucking grote knop. Gaat er 10 seconden staan, maar dat moet. Want ik wil meer abonnees. Ik ben gewoon eerlijk met jullie. Zo ben ik. Ik ben gewoon eerlijke jongen. Doe het. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. We gaan vandaag iets fucking leuks doen. Het is namelijk kerstgebed. Oh shit. Dacht je dat? Beetje. Niet. Ja, ik zag een bad in. Weet je wat? Oké, gelukkig. Dan weet je het. Het is misschien een hele gekke. Laat me dit uitleggen. Nu kun je overal klikken. Okay, yes.